Kan jij vertellen, als jij zo'n scène ziet, hoe dat te werk gaat? Voor mij is het een kwestie van een aantal keer goed kijken. Het is een hele drukke scène waarvan alles en nog wat gebeurt. Maar dat oog vind ik natuurlijk prachtig. Dus daar gaan we wat mee doen. En op een gegeven moment gaat die klep hier dicht, bovenop zijn hoofd. En daar wordt nog eens op gesprongen. Nou, laten we eerst maar eens even kijken of we dat gekraak van die planken kunnen maken. En zo. Even kijken. Ik denk dat het goed is om hem even hier te zetten. Ik vind hem wel werken, jij niet? En nu doe ik het gewoon een paar keer. Langzaam, snel. Zo, ik denk dat we hem wel hebben hoor. Dat kan ik straks nog aandekken met een beetje groente om in de foliesfeer te blijven. En wat voor groente heb je in je hoofd? Nou, klassiek. Kijk, het, wat heel vaak gebruikt wordt als groente, hè, is natuurlijk die, de celery. Waarom? Dat blijft heel lang goed. Het is een krokant geluid wat niet meteen klaar is als je die groente één keer vermorzelt. Je kunt er een tijdje mee doen. Altijd leuk. Vond ik ook niet gek hoor. Vond ik ook niet gek. Die klonk heel goed. Oh, het is een goede paprika. Je krijgt ook je vitamines binnen hè, op deze manier. Kijk hoe dat klinkt. Lekker vies hè. En die paprika klonk ook wel goed. Kijk. Het werkt al, hè? We gaan even verder met bouwen, ja? Want ik heb nog wel wat nodig over dat dit werkt. Er zit ook een scène in waar een oog uit iemands hoofd wordt verwijderd. Ja. En daar is natuurlijk, ja, als het goed is, heb je dat nog nooit in het echt gehoord. Nee, dat maakt vrij weinig geluid, denk ik. Ik denk ook dat degene wiens oog eruit vliegt er meer lawaai van maakt dan het oog zelf. Maar het is vaak meer de suggestie, hè? Dus het is maar wat je voor handen hebt, hè? Ik zal het nog een paar keer doen. Deze wil ik ook. Het begint te werken, hè? Maar we hebben nog wat leegte. Hoe ga je die nu opvullen? Nou, ik denk dat heel goed muziek zou kunnen zijn. Of in ieder geval een verbindende laag. Een soort soundscape die daar suspense zou moeten brengen. Hè? Nooit stemmen, hè? Dat klinkt al meteen lekker spannend. Niet waar? Hoef je niet veel meer aan te doen. We hebben nu heel ruwweg de sounds opgenomen en op de goede plek gezet. En nu is het een kwestie van mixen. Ben je ook tevreden over het resultaat? Uiteraard. Zou ik het je niet laten horen? Nou, laten we er dan even naar gaan kijken. Komt-ie.